een absoluut recordjaar. Want 1978 waren 28 wagens. Nu zijn er ook 28, maar nu hebben we ook een kindercorso er nog bij. Dat hadden we toen niet. Dat zijn ook al 30 wagens. Dus 1,5 miljoen bloemen komen er nu binnen. 5 vrachtwagens vol. Peter Wittekoek heeft een eigen website met nieuws voor de regio. Daarnaast heeft hij al 40 jaar last van corso-koorts. Ja, dan is het heel belangrijk. Het corso, vooral in de laatste week, dan moet alles wijken. Ik slaap weinig. Maar voorheen, toen ik nog een baan had, dan ging ik solliciteren. Dan nam ik het mee in mijn gesprek. Ik zeg, over salaris wordt het altijd eens, maar ik zeg, 3 weken september moet ik absoluut vrij hebben. En als dat niet ging, dan ging ik gewoon niet werken. Ja, je moet er bij je gek wijzen. En dat is dan die corso-koorts erbij. Volgende vracht komt er mee. En wat gebeurt er nu precies? Nu zijn ze de bloemen aan het verdelen. Er is nu de eerste vrachtwagen binnen. En ze gaan, de eerste dingen krijgen ze nu. Dus misschien bestelt iemand 40 kisten geel. Die krijgt nu een zending van 10. En de volgende vrachtwagen krijgen ze nog meer. Waarom staan we in de rij? Voor de safe shot. Wat is dat? Oranje. Past dat een beetje? Inderdaad, verschillende kleuren. Dat is wel weer even puzzelen misschien. Ja, als je wil mozaïeken, dan moet je natuurlijk verschillende kleuren hebben. Dus dat is prachtig. Dan heb je hele mooie effecten. Zullen er nog wel een paar korte nachtjes worden tot zondag? Dat maakt niet uit. We kunnen in oktober weer volledig slapen.